Vandaag heb ik een taart meegenomen, want Bart heeft gewonnen van Big Brother 2023. En Het was echt zo klaar. Als je alles af eet, zie je het toch niet. Vandaag heb ik hem namelijk te gast, samen met Jolien. En de allergrootste vraag die we natuurlijk gaan stellen is, hoe gaat het nu met Jolien en Charlotte tussen hun twee? Of ze al contact hebben gehad? Ik ga het ze vragen. En vergeet me natuurlijk allemaal niet te volgen op Instagram, TikTok, Snapchat. En vergeet ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En als eerste, gefeliciteerd Bart. Dankjewel. Want Bart heeft gewonnen en ik heb ook taart meegenomen. Ah! En ligt bij jou achterin Jolien. Zeg maar, ja, we gaan eerst naar de Mac. En dan eerst gaan we naar de Mac. Ja, dat is goed. Mag het wel achterin. We zeggen iets van gierige Nederlanders. Dat lijkt dus niet waar te zijn. Gierige Nederlanders? Nee. Zeg maar, dat zeggen ze in België. Ik moet een beetje op mijn lijn letten, nu dat ik strak sta. Gedurende. Nou, alles zeg maar niks. Mijn vrouw zegt al, het is al 10 jaar geleden dat ik nog zo gezien heb. Ja? Dus moet ik een beetje houden zo. Hè. Ben je niet afgevallen daar? 10 kilogram. 10 kilogram? 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo afgevallen. Ja, ja. Dan kun je toch wat meer eten? Ah nee, juist niet, hè. En je wilt het zo houden. Echt? Ja. Oh, en jij dan, jullie? Jij was ook 6, van afvallen, hè? 6 kilo toch oh, ook joh, wel. Ja. Joh, jullie krijgen ook vies vreet, hoor. Eerlijk. Dat is zo erg. Schandalig, hoor. Deze week bij, met de falafel, dan denk ik... Ik heb 1 keer een broodje met falafel geprobeerd en dat was alles. Ja? De rest heb ik heel de week op melk. Mandarijnen. Oh mijn god. Hoe is het met jou, Jolien? Met mij gaat alles goed. Ja heel goed eigenlijk. Ja. Nu, eindelijk, ik ben eigenlijk eindelijk geland. Ja. Heel lang geduurd. Want het heeft echt al. Niet ja? Niet hoe lang zijn jullie nu thuis? Dat is voor jou. 3 weken. Drie weken? Nu zaterdag 3 weken. Oké, okay, best wel kort nog hoor. Ja, eerlijk. Even, ja. Voor alles wat je hebt gemist, hoe lang heb je daar gezeten? Ik de eerste week niet. Dus hoeveel weken is het? 12 in totaal. Dus ik 11 weken en Bart 12 alsnog weken. Dat is nog lang hoor. Ja. Voor als je niks weet. Hé, hey, Bart, hoe gaat het nu met jou? Ben jij ook al een beetje geland? Ik ben zaterdag buiten gekomen. Ja. En ik, dat was eigenlijk hetzelfde als dat ik eigenlijk de dag erna was binnengestapt. Oh, ben je gelijk bij ook, want je bent nu ook weer aan het werk, hè? Ja, ik heb 2 dagen thuis gezeten. En ik had gezegd tegen mijn baas, ik gebeld, ik zeg, ga blijven een weekje thuis. Ja. En dan was ik mijn maandag al zo aan het vervelen. Dat ik bel dat terug en ik zeg, ja, ik kom donderdag al werken. En dinsdag was ik me echt zo aan het vervelen. Ja. En dan heb ik gezegd, ik kom gewoon morgen werken. Dus ik ben 2 dagen thuis gebleven en ik ben de woensdag terug gaan werken. Hij is gek ook, hè? Hij is gewoon 2 dagen, 3 dagen. Jawel, ik snap dat niet. Ik ben nu nog niet eens dat ik denk... Al die prikkels en zo. Nee, heb je dat niet, Bart? Nee? Hij heeft er totaal geen Bart is gewoon een doodnormale man. Gewoon helemaal, hè? Eerlijk, ja. Maar je bent ook wel echt volwassen, hè? Ja, maar we zijn ook wel gewoon omdat we met Defensie ook veel weg zijn. Zo 4 maanden of en dan komt dat thuis. En ik heb vrouw en kinderen. Ja. Dus mijn vrouw heeft 3 maanden opgedraaid voor de dochter dat vrijdagavond om 5 gaan moet gaan halen. Ja. Dus als je dan zegt van, ja, nu ben jij thuis. Ja. Dan zegt hij ook, oké, nu moet je terug meedraaien, want ik heb 3 maanden mijn dochter s'nachts gaan halen. Nu staat het, dus je moet direct meedraaien en je kunt niet verwachten van dat je zegt tegen je vrouw, nu ga ik eerst nog 2-3 weken in de zetel zitten. Nee, dus dat is wel waar. Want nu ben ik terug en dan zegt ze van, ja. En het nadeel daaraan is ook, ik ben 3 maanden weg geweest, maar dan beginnen de social media. Instagram en zo, ja, alles. Dus, maar ik had geen Instagram, dus nu heb ik al... Ja, had je helemaal geen Instagram? Nee, ik had dat niet. Dus nu moet ik nog binnen aan het leren. Hij is van 0 gekomen. Hoeveel heb je nu? Hoeveel heb je volgers? Bijna 27.000. Oh joh, dat is toch veel hoor. Ja. Maar van 0 gekomen. Ja. En vooral als je zeg maar, ja, hoe zeg je, ik wil zeggen op leeftijd bent. Ja, maar jawel. Is het toch anders, is zo, toch? Ja, is zo. Nee, jawel. Maar dan is het... Ja, dus ja, in het begin wist ik ook niet dat dat werkte. En er waren zoveel berichten dat binnenkwamen. Ja, dat echt honderden per dag. Die, berichten maar hebben. Dan mist ook heel veel mensen dat zeggen van proficiat. Ja, eigenlijk 99%. En dan waren er af en toe eentje dat zegt van, kun je eens naar daar komen? En dat miste dan, omdat er zoveel dat je niet alles kunt lezen. Nee, dat snap dus ik wel. Nu ben ik aan het kijken en nu mis ik, zie ik, oh, ze hadden gevraagd voor dat of gevraagd voor dat. Ja, nu zie je dat pas achteraf. Ja. Oh, joh. Duizenden berichten. Ja, jij ook doet duizenden, denk ik, hè? Dat is niet normaal. Oh, joh. Ik kreeg ook heel veel haat, liefde, alles kreeg ik door elkaar. Weet je, ik moet zeggen, zeker op mijn Instagram viel dat wel mee. Ja. Weet je, 9 op de 10 was wel positief. Er zitten er sowieso, altijd zure appels. Ja, dat het negatieve, maar op mijn Instagram zelf viel dat mee. Ik dacht heel eerlijk dat jij gewoon Belg was. Ik dacht tot de laatste aflevering, dacht ik dat jij Belgisch was. Dat ben ik ook. Oh, hè? Maar je bent toch, wat ben jij dan? Belgisch? Hè? Wat? Ik ben Limburg. Limburg is toch gewoon Nederlanders? Maar je hebt Belgisch Limburg. Oh. En je hebt... Nederlands en Limburg. Ja, jawel, ik ben wel Belg. Oh, ik dacht dan dat jij eerst, ik dacht, ben je gewoon Nederlands dan? Ik praat gewoon Limburg, dacht ik. Maar dat is heel anders. Want daarvoor praat hij zelfs. Want jij kan gewoon echt Nederlands praten ook. Ja, ik probeer het wel zo. Ik zag een van de afleveringen, zag ik wat fuck, ik kan gewoon Nederland. Nou, ik probeer het zo af en toe wel een beetje. En jij Bart, dan kun je dat ook gewoon vol Nederlands praten. Nee. Nee, wil je ook niet? Nee, ik kan dat niet. Heb je ook alles al teruggekeken nu?
Nee, nog niks. Nog niks? Nog helemaal niks? Nee. Oh, yo. Maar ik ben daar wel van plan. En, maar het ik is heb zo nog niks, dus niks. Dus ik heb nog niet echt meegekregen wat de stories in de achter. En die zegt van dit en die zegt van dat. Ja, oh nee, ik zou dat, misschien is het ook wel beter om niet te kijken, denk ik. Nee, maar. Maar misschien voor jouw positie maakt nee, het niet maar, uit. Voor mij speelt dat eigenlijk geen rol. Want nee. Je stapt binnen en je weet dat het een spel is. Ja, en als ja. Je niet tegen kunt dat er dingen bekokt stof worden, ja. dan moet je er niet aan meedoen. Nee. Dus iedereen speelt een spel en iedereen heeft recht om te zeggen ik ben wie ik ben. Iedereen heeft het recht om te zeggen ik lieg en bedrieg. Ja, dat is wel zo. Ik pak het zo aan en ik vorm klikjes met de die en klik. Dus iedereen speelt zijn eigen spel en iedereen heeft zijn eigen recht om te doen wat hij wil. Ja. Soms de kijker beslist wie dat vind ik leuk of dat vind ik niet leuk. Ja, dat is wel zo. Dus achteraf moeten ze dan niet zeggen van oei, dit of dat. Ja. Dus iedereen, maar ik vind dan ook, als je dan buiten stapt, is het spel gedaan. Ja, dat dacht ik. En dus dan moeten zeggen van oké. Okay, het is geweest, klaar. Voilà, dat denk ik ook. Als er dan nadien nog slechte dingen is gespeeld, dan vind ik het spel is gedaan. Ja. Nu hoeft dan niet meer. Dat dacht ik dus ook. Maar dat dacht ik zweer, want ik keek de finale, of ik was daar natuurlijk. En Jolien kwam net uit het huis. Of tenminste, je kwam echt net uit en er waren allemaal mensen om je heen. Nou, voor jou was het ook wel denk ik, wat de fuck gebeurt mij dan? Dat en vooral, is heel raar. En ook toen Charlotte niet ging praten tegen jou, ik dacht, oh my god. Ik dacht, zet het heel even aan de kant. Geef haar eerst een knuffel, dacht ik. En dan is dat het was wel, heel raar, want weet je. Jij wist van niks. En je weet van niks. Jij wist echt van niks. En je komt eruit heel blij, heel positief. En ik wandel daaruit en nog steeds, ik zie mijn familie. En dan loop je eigenlijk naar die groep. En dan, nog niet onmiddellijk hoor. Nee, een of andere reden had ik nog niet direct. Ik zag het. Want tot ik Jara kwam ook naar jou toe. En die ging helemaal tegen jou praten in je oor. Dacht ik, toen, oh shit, ja, nu. En toen ging ik eigenlijk op mijn plaats zitten. En toen besefte ik, toen zat ik daar. En toen dacht ik, er is iets wat is hier aan het gebeuren? was heel raar. Ja, dat kwam allemaal niet binnen. Was, ja. Nee, omdat je ook gewoon hoe zat ik daar ook op die stoel? Als ik ja, je weet niet waar je moet zitten eerst. Eerst stond je nog bij andere mensen en dacht je van, oh, waar moet ik nou gaan zitten? En toen zat ik daar en ik heb nog niet iets van, ja. Ik heb niks meegemaakt. Ik zei zo achteraf, ik zo, wie heeft gewonnen? Is het bar of scheisse? Ik was gewoon niet, ik was er niet bij. Je was gewoon niet bij, nee, dat snap ik ook raar, wel. Maar heb je ook al teruggekeken dan? Jawel, weet je, zo'n beetje zo. Ja, ik snap het wel. Ik zou alles terugkrijgen, maar Ik wou dat echt van het begin doen, maar ik heb dat niet. Misschien dat ik dan nog eens ga doen. Ja. Maar ik wil gewoon zo. Ik heb nu zo stukjes. Zodat ik weet, dingen die ik leuk vond. Dat ik dacht, dan ga ik eens kijken. Of dingen waarvan ik denk, dat moet ik wel eens even zien. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Hoe hebben ze dat laten zien? Ja, zodat je een beetje zelfbeeld hebt van hoe of wat. Ja. Hey, en Jolien, nu een beetje zo terug bent gekomen. Heb je natuurlijk ook wel veel sens aan gehad. Tenminste, met Lindsay en Charlotte hebben bijvoorbeeld ook een auto gehad. Heb je bijvoorbeeld Charlotte alweer gesproken nu? Ja, kijk, dat was voordat we naar. Dus ik kwam uit het huis en op zaterdag, de week daarna, hadden we al direct Nobiggie opstaan. Ja. En toen had ik zoiets in die week ook, weet je, dat is niet fijn. Hè? Ik was heel goed altijd met Charlotte. Vond dus dat is iets ook? Ja, tuurlijk. Dat is heel ongemakkelijk. Dus ik had zoiets, ik vond dat wel erg natuurlijk, hè, want je bent zo goed altijd geweest. Dus ik dacht, weet je wat, ik stuur wel een berichtje. Ja. Dus ik heb naar haar gestuurd in de eerste week van, kijk, wanneer jij er klaar voor bent en je wilt eens babbelen, dan moet je mij dat laten weten. Ja. En dan babbelen we eens. Hè? Dus ik had zoiets, ik leg het bij u, kijk wat gewoon, jij wilt. Ja. Snap, hè? Dat, ik wil niet mee opdringen. Nee. En dan hebben we eigenlijk, toen heeft ze mij ook geantwoord van, ik wil zaterdag bij Nobiggie, daarna wil ik wel eens met u praten. Oh. Goed. En dan eigenlijk op Nobiggie zelf hebben wij s'avonds een afterparty geweest. En toen zijn wij naar die afterparty geweest en toen zijn we met elkaar gaan babbelen buiten. Oh. En eigenlijk, daar was geen, we hebben geen ruzie gemaakt, helemaal niet. Dat was gewoon heel dingen. We zijn gewoon twee volwassen mensen. Ja. Dus we hebben goed kunnen praten, we hebben dingen kunnen uitleggen. En kijk, ga ik nu zeggen dat hier alles is opgelost? Nee, maar we zijn gewoon neutraal en ik ben gewoon blij dat we wel even hebben kunnen spreken. Kunnen spreken, en want anders is het helemaal ongemakkelijk voor andere dat dingen. Dat is het. Het is niet meer ongemakkelijk nu. Nee. En ik heb ook tegen haar gezegd, kijk, ik geef je ook die tijd. En als jij ooit zegt van, we praten nog eens en we spreken af, doe dat, bel mij. Ja. Maar nu hebben we niks meer gehoord, en dus, maar dat is ook oké. Okay, nu. We hebben zoiets, we gaan het zien. Weet je wat zo is? Want ik dacht echt bij die finale, dacht, oh my god, arme Jolien, dacht ik. Ik dacht echt, dat zij daar en dan helemaal. Wat zijn jullie ook op die afterparty geweest bij die feestje? Nee toch? Bij Big Brother. Jawel. Zijn jullie wel bij die afterparty geweest? Ja, ja. Bij de finale? Oh, dat lijkt me ook wel verschrikkelijk. Ja, dat was speciaal. Oh. Maar de mensen die maken dat, die blazen het dat zelf. Er wordt meer drama van gemaakt uiteindelijk. Ze houden al de livestreams in de gaten, overal screenen en zo. Ik had dan het geld gewonnen en ik wou dan iets van het buitenland gaan kopen in Spanje. Nu, de week voor Big Brother begon, had ik mijn motor binnengedaan in de winkel. En die moest iets aan gerepareerd worden. Ja. En had hij gezegd, ja, in januari mag je komen halen.
Ja, in januari, ja, ik had gezegd van ja, ik weet niet wanneer ik hem kan komen halen, want het kan zijn januari, februari. Ja. En ik had toen tegen de verkoper gezegd van ik doe mee aan het tv-programma. Ja. En dan zegt hij, oké, dan blijft hem staan en geen probleem. Ja. Dus na Big Brother ga ik hem halen, ik trek een foto van op een motor gaan halen. Ja. En gigantisch veel mensen zeiden van ja, amai, zijn droom zal groot geweest zijn, heeft met het geld aan een Harley Davidson gekocht en dus zo groot zal zo'n droom van een huis niet geweest zijn. Oh, de mensen die maken er echt iets anders van. Ja, mijn motor stond gewoon binnen, ik ben die gewoon gaan halen ja. In maart dan, omdat die zo lang binnen gestaan heeft. En dan de mensen maken er direct hun eigen verhaal van. Ja, en ik denk dat dat met alles zo is, wow. dat er eigenlijk gigantisch ver opgeblazen wordt. Eigenlijk voor niks. Ja, weet je wat het is? Ja. Wat er een probleem is, weet je wel, dan zijn er twee mensen dat dat zelf eens moeten uitpraten. Ja, en het stomme is ook dat het echt 24/7 wordt gefilmd. Dat is ook gewoon kut, want je kan de ene keer wat zeggen en de andere keer ja, de keer wat anders zeggen. Snap je wat ik bedoel? Tuurlijk. Is, en je moet je dus dat is een inbeelden. Ik wil het dagelijks leven gewoon al. Ja, want natuurlijk, als jij bijvoorbeeld iets over iemand zegt tegen iemand anders, ja, niemand die ziet dat of zo. Maar daar is het gelijk bam, het staat een camera en al die Twitteraars. En dan lijkt dat je alsof geen slechte mens bent. En dan denk ik, maar ga eens naar het dagelijks leven. Ja. Is er dan niemand in het dagelijks leven die eens iets zegt? Tuurlijk wel, iedereen doet dat, dat is ook logisch. Maar daar wordt dat uitvergroot. Ja, uitvergroot. Dat is het. Allee, iedereen speelt een eigen spel en iedereen doet wat hij wil. Ja. Maar wat ik dan verbaasd vind, dat sommige mensen bijvoorbeeld, verbaasd zijn als je zegt van ik nomineer u of dit of dat, en waarom dan? Dat ze dan komen ze uit de lucht te vallen. Maar als je dan achteraf bekijkt, waren er sommigen de eerste week al van alles aan bekokst over. Maar als je dan na drie weken zegt van ik denk dit of en daarom, dan komen ze uit de lucht gevallen, dan denk ik achteraf gezien, dan waren we er vanaf week 1 bezig. Ja, dat is echt zo. Ja, en dat is niet verkeerd, hè? Nee, want dat is het spel. Want dat is het spel. Ja, iedereen doet wat hij wil. En als zij denken dat ze het zo moeten spelen, dan is dat een volste recht. Maar dan is het ook het volste recht van iemand anders van te zeggen dat ik denk. Ja. En als ze dan zeggen, ja, maar je kunt dat toch komen vragen aan mij? Nee, ik ben daar niet, voor iets te vragen. Nee, ik leg mijn eigen puzzelstukken. En wil je niet in de puzzel terechtkomen, dan moet je zien dat ik niet de indruk heb dat jij. Maar als ik de indruk heb dat jij mij zou nomineren, dan is het logisch, denk ik dan. Ja, tuurlijk. Als je dan mag nomineren, tuurlijk. Dus, maar ik neem je mensen niet zo kwalijk, want iedereen speelt zijn eigen ding. Maar het spel is gedaan. En dan vind ik dat als volwassen mensen. Klopt. En dan vind ik echt wel een pluim echt wel naar Sharon. Want Sharon was een jongen, dat was in mijn tegenstander in het huis, omdat ik wist van, kijk, als die. Maar dat was een kerel echt, dat zegt van, dit spel is een spel, de deur trekken we achter ons dicht in de game room. En hier ben ik een volwassen man. Ja. En daar had ik gigantisch veel respect voor, van de manier waarop hij dingen. Ja, ik zie hem ook nergens wat op zeggen of wat dan ook. Natuurlijk, de deur ging open van het spel en we waren elkaar concurrenten. Ja. En ik wist dat van hem en hij wist dat van mij. Ja. Maar daarna, als hij thuis uitging, heb ik gezegd, blijf wie dat je bent. Met de liefde voor je gezin, voor alles, de persoon dat je bent, heb ik gigantisch veel respect. Ja, dat is wel zo. En Jason, spreek je Jason nog veel? Ik dacht echt dat hij ging winnen. Ik dacht het echt. Ik dacht of jij of Jason. Ja, eigenlijk was het al nood dat jij het eigenlijk niet werd. Want dat zag ik gewoon. Ik zit ook al die Facebook groepen. Ik zag allemaal polls. En Twitter zag ik allemaal. Maar zelfs zonder die groepen in het huis wist ik dat ook dat ik niet ging winnen. Ja. Dat ik derde ging worden. Maar ze waren gewoon echt populair. Sta ik dat tegen twee van die super populaire mensen. En dat was eigenlijk gewoon te verwachten eigenlijk. Oh, oké. Jolie komt sowieso als eerste thuis aan. Ja, was gewoon tuurlijk, maar ik dacht wel van, oh ja, want ik dacht echt, we zagen, nou, jullie leven een beetje moeilijk. Ik dacht, we gaan helemaal supporten en schreeuwen. En jij, Bart, had ook best wel moeilijk op het ijs. Want iedereen ging een beetje, iedereen was heel hyper in het huis. Ik ben ook echt hyper en stuit op al. Ik kon me soms ook een beetje aan irriteren op televisie. Maar toen dacht ik, stel, ik zou er zitten, ik zou ook helemaal zo hyper zijn, denk ik. Ja. Gewoon helemaal zingen en zo. Maar allee, het is niet om ik schrijf me in voor een programma en ik weet hoe dat eraan toe gaat. Ja. Vind ik niet dat ik kan zeggen. Ik heb graag af en toe misschien wat meer rust als iemand van 25. Ja. Dus dan vind ik niet dat ik kan zeggen, zij is een beetje rustiger, want ik weet waar ik aan ingeschreven heb. Ja, dus dan vind ik het wel een beetje mijn taak te zeggen, als ik het nu even te veel vind, moet ik eens een half uurtje of een uurtje op mijn bed zitten. Liggen, of zitten voor even. En sommige mensen, oh, hij zondert hem af. Nee. Je kunt ergens anders niet heen. Nee, dat zou dus het is de enige manier om te zeggen, ga even. Ik zou helemaal gek worden, denk ik, als ik daar zo. En als laatste heb ik nog een spelletje. Ligt achter jullie liggen van die. Grapje. Hey, hebben jullie ook niet de hele dag soms van. Want heeft ook niemand gezoend of zo met elkaar in het huis? Nee. Helemaal niet? Nee. Oh. Nee. Oh, je zat te denken van dat het misschien wel gebeurt. Nee. Oh, nee. Dus ze zijn allemaal heel braaf geweest. Ja, dit was een heel braaf seizoen, dat hebben we nog pas gezegd. Of tegen Jutta gezegd. Ja. Het was eigenlijk heel braaf. Zelfs als er gedoucht werd door vrouwen. Ja, daar ging en mannen Jason, weg. En Jason moest bijvoorbeeld uit gesport. Ja. En die was één douche over. Ja. Dan zei hij uit respect. Dat ik ga er niet gaan instaan omdat hij langer is. En als hij de shampoo moest pakken, zou Niet. Dus dan zei hij van kijk niet uit respect.
doe ik dat niet. En als jij eruit bent, dan ga ik pas douchen. Alhoewel, ik moet wel lachen. Die laatste dag bij de finale, dat heb ik nog pas verteld. Ik stond daar zo te douchen. En hij en Jason met hun twee zaten daar die andere douche. Dat putteke zo leeg te maken met haar. En ik stond er zo te douchen. Ze zaten daar met hun twee naast mij. Ik dacht, zie die nu eigenlijk bezig met hun twee? Ja, maar ja, als het water hoger loopt, als het niet wegloopt, dan moet je het doen. Maar het was dat door jouw haar. Nee. Het was drie maanden uitgekuist. Nee. En water liep niet door. Ja, dan hebben we de laatste week. Je moet dat zien. Ik heb heel veel problemen gehad met de toiletten dat verstopt waren. Echt? 5 keren. Maar was op het toilet ook een camera? Er had iemand spruiten door de wc. Nee, waarom? Ik moest naar de dagboekkamer een keertje. En ineens zeggen ze tegen mij, ja Jolien, kan je nog een huishoudelijke mededeling doen? Ik zo, ja, zeg maar. Er zijn spruiten gevonden bij het leegtrekken van die wc. En ik zomaar spruiten. Ja, ik zeg spruiten die... Die eet. Ja, hè? Nee. Oh. Hele spruiten. Er waren allemaal hele spruiten gevonden. Dus iemand heeft spruiten door de wc gegooid. Moest ik tot daar gaan vertellen? Ik zo, er mogen geen spruiten meer door de wc gegooid worden. En had zij ook iemand dat die dat had gedaan? Nee. Ja, natuurlijk niet. Oh. Maar, ik vraag me nog steeds af wie te spuiten. Je kan het toch zien? Ja, dat die mensen, die wordt overal gefilmd gewoon. Ja, daarom. Ja, maar ja, wij zien dat niet, hè? Nee, oké. Okay. Ook zit bovenop de wc zo allemaal een camera. Maar daar gaan ze niet naar kijken, toch? Nee. Maar die staan niet aan. Nee, oké. Okay, en de douche staat ook niet aan. Ook, maar dat lijkt me echt fucking raar. Maar ziet je iemand met zo'n ding die spruiten daarin? Ik dacht, dat gaat niet. Zijn jullie er klaar voor? Oké. Okay. Ja. Wie zou er eerder nog een keer zich aanmelden voor Big Brother voor het nieuw seizoen? Jolien? Ja, ook Jolien? Ja, ze mag niet spelen. Ja, Jolien, zou je het nog een keer doen? Ik doe het direct terug mee. Ja, ja. Als ze volgend jaar zeggen, meid, moet je weer mee? Ja. Maar, ik ben daar, ze. Voor een All-Stars editie zou ik ook wel... Zou je het wel doen dan, Bart? Ja. Ja? Dan straks alle winnaars bij elkaar, zo, dat zou toch wat zijn? Allemaal de finalisten. Ja. Jolien. Wie zou er eerder 10 coins uitgeven voor een Soes? Ja, Jolien ook. Ja. Ik moest ook lachen om het einde, want jij mocht op het eind mocht je bijvoorbeeld een boodschap doen of zo naar buiten. Zij die kleurplaat. Als je wil dat Jolien niet naar huis rijdt of zo. Stel dan deze en ik had echt depressie. Ik dacht, iedereen mag een film kijken. En ik zit hier die stom affiche te maken, maar uiteindelijk was die nog niet zo slecht. Ik vond hem helemaal niet slecht. Ik heb hem, hè. Ze hebben mij die terug opgestuurd. Echt? Heb je die thuis ook niet. Ja, dat lijkt me wel hilarisch. Hij was ook zo slecht, maar niet. Ik kwam die kamer ook binnen. Ja. En toen zei ze, ja, je mocht iets knutselen. En ik kijk, en wat zie ik allemaal staan? Glinstertape. Glinster dingen voor zo regenboogjes, poezen en katten, dacht je te leggen. Ja, dat is allemaal gemak voor vrouwen. Ja. En niet voor mannen. Trekker of zo, trekker. Iets. Nee, allemaal glinster. Ja. Lijkt me ook wel kut hoor. Maar ja, ik dacht echt dat je met die coins wel wat anders kon doen. Ik dacht, uiteindelijk kun je daar misschien een ticket kopen voor de finale. Dat dacht ik echt. Ik denk misschien dat ze dat wel dachten, maar dat ze op een gegeven moment dachten van nou, doe het toch niet. Ja, doe dat maar knutselen. Het is misschien niet eerlijk, want er zijn er maar 2 coins en er zijn er, maar als ik niet zoveel had gekocht, had ik misschien... Maar zeker voor je douchen. Maar ik vind zo coins en kopen voor finale plaats vind ik wel misschien een tikkeltje te ver, want dan de mensen dat gigantisch veel hebben kunnen allemaal kopen en de rest niet. Tuurlijk. Is dat dan eerlijk? Nee, dat vind ik nee, niet. Het is ook niet eerlijk. Maar ik vind wel, zoals nu, hè, ik had dan wat gespaard en dat kostte een filmpje maken of een ding. Ja. Dat vond ik dan wel iets, maar dat heeft... Ja, dat is gewoon leuk, ja, maar dat heeft niet zo een impact als gezegd een finale ticket. Wie deed vaker de afwas in het huis? Bart, jij deed veel in het huis? Ja. Bart deed altijd de afwas, elke dag, drie keer. Er zijn ook veel mensen die zeggen van, ik wil het niet uit handen geven, maar ik vind een beetje het respect naar de mensen die willen koken. Ja, ik kan niet koken, dus ik heb dan gezegd van, kijk, als je voor mij, ja, dat wil. Maar als ze dan voor mij eten maken, het minste dat kan terugdoen, is dat de afwas. Dat is wel logisch hoor, lijkt me. En dat vind ik dan, daar heb ik dan ook 3 maanden volgehouden en gezegd van kijk, sommige mensen hebben altijd gekookt of bijna altijd gekookt. Dan vind ik het minste dat kan terugdoen is de afwas. En Bart was de afwasser van dienst. En wat kookte jij dan? Kookte jij wel of niet? Nee. Jolien deed er niks. Ik zat daar alleen te chillen. Ja, maar zitten ze mensen te schrijven naar mij en zo. Ik kan veel afdrogen. Ik heb al afgedroogd, maar weet je, ik krijg dat zo wel zo van die dingen zo op mijn Instagram. Zo mensen die zo zeggen, en ze deed daar helemaal niks. En nu zeg ik zo thuis. Inderdaad. Ik deed nog niks. Lekker vakantie houden daar, joh. Lekker in die tuin liggen. Zonder. Ja, maar weet even, thuis hè. Je wilt niet weten hoe je thuis altijd alles daar zit te doen. Ik dacht, thuis doe je alles. Laat nu de mensen maar eens hier werken die thuis normaal niet doen. Ik snap dat wel. Stel, er was een feestje in Big Brother. Wie dronk het meeste alcohol? Bart, ook? Drink je alcohol? Drink je helemaal niks? Nee, dus als ik 1 pintje drink, drink ik altijd alweer als je Drink je helemaal niet? Ik lust dat niet. Doe je andere dingen?
Nee, nee. Oh, braaf. Weet je, ik kreeg daar altijd mocktails. En dat heb ik ook opgestuurd gekregen hè, van Big Brother. Echt? Een mocktail thuis. Ja. Oh, we zijn nog aan het wachten tot ze iets opsturen. Ja. Je krijgt nog de geld bedraagd. Ik wil zeggen, je kan bijna een huis verkopen met de geld. Nee. Voor mij was dat zo garm. Dan blijft nog 44.000 van de huis. En Bart, wat voorspel vond je bijvoorbeeld het leukste wat je kon doen daar zo? Het leukste? Er waren veel verschillende leuke spellen, maar het leukste, er waren zoveel leuke, eigenlijk was alles. Die vond ik heel leuk, met de draaitafel, met de kaarten. Dat was de kaartspel, want die tafel zaten, dan moest je ook zo'n beetje bluffen zo. Nee, met die munten verdienen, is ook dat zo, vond ik een heel leuk spel. Ja, dat mensen ook eerder eruit moesten, toch? Ja. Ja. Toen hebben we nog gezegd, poker. Toen hebben we nog gezegd van, als ze dat spel moesten uitbrengen, dat zou wel een leuke zijn. Ja, oh zo, dat je dat thuis kan doen, zo'n spel. Ja, dat zou wel lachen zijn. En dan nog met de pionnen met onze hoofden. Ja, met een gouden tip. En wat ga je doen met het geld, Bart? Want ik heb gehoord dat je zou een beetje investeren volgens mij in een huisje volgens mij in het buitenland. Ja. Tenminste, dat zag ik iets. Ja. Ik zou graag een klein huisje in Spanje hebben. Ja. Omdat ik zowel met mijn werk zoveel in de regen en in de kou zit. Ja. Dan ben ik gewoon een bloedhekel aan de kou en aan de regen. Ja, ik ook. Dat ik zeg van als ik dan op pensioen ben, dan wil ik gewoon buiten komen en met de motto terug gaan doen in de zon. Ja. Dat zou een van mijn. Maar ja, natuurlijk, iedereen ziet een heel mooie check van 73.000 euro. Maar er gaat heel veel vanaf volgens maar mij. Maar inderdaad, als de Nederlandse belasting staat, de dieven van Den Haag. De dieven van Den Haag. Dan blijft er niet zoveel meer over. Echt, hoeveel heb je gewonnen? 70.000 toch? 73. Dat is wel niet normaal heel veel. Ja. En jij wou het voor die bruiloft doen, Jolien. Helaas, ik ging nu ga dus niet trouwen. Jij zei gelijk, ik ga niet trouwen. Ik dacht dus dat je bedoelde van, hij heeft me niet ten huwelijk gevraagd. Dat dacht ik van, Ik bedoel omdat ik een geld had. Want je bent al wel verloofd, Jolien. Ja, we zijn wel verloofd, maar... Hoe oud ben je dan nu? 29. Even denken. Het is echt triest, ik word in juli word ik 30. Dat is ook wel een mooie leeftijd. Ja, jawel. En heb je ook wel een beetje... Wil je misschien ook een kinderwens? Heb je dat ook of dat niet? Dat hebben we wel. Ja. Maar ik moet zeggen, niet per se nu. Nee? Weet je, toen ik naar Big Brother ging, had Bernd zoiets... Ik had hem eigenlijk zo'n beetje... Ik had zo gezegd, als ik mag gaan, dan gaan we daarna aan kinderen beginnen. Ja. Zo, ook garen. Maar nu ben ik zo terug en nu zegt hij ook van, ik wil dat wel, maar niet per se nu. Weet je, dat komt zoveel op ons af ook nu. Dat denk ik ook wel. We maken zoveel mee nu. Ja. En eigenlijk is het nu allemaal zo plezant. We zo weggaan, feestjes. En, ga je veel feesten ook met elkaar allemaal? Ja, weet je. De weekend zijn we samen weer. Ja, jullie samen. Ja. Dus jullie hebben elkaar wel een beetje gevonden qua vriendschap en zo. Ja, zeker weten. Oh, dat is zeker. Toch wel gelukkig. Want ik moest ook zeggen, toen ik Big Brother keek, eerst was je een beetje bij een andere groep en toen kwam je toch een beetje bij Jason en bij Bart. Ja. En dat vond ik toch wel mooi om te zien eigenlijk. Maar dat zag iedereen zo, omdat dat viel nooit zo. Dat was dan in het begin zo. Oh, en dat zien mensen zo niet, hè? Nee, het was echt via op televisie was het wel een beetje zo van dat jij later daar een beetje naartoe kwam. Weet je, ik heb het er gisteren met mama en papa nog over gehad, dat die ook zo zeiden, dat viel in de. In de afleveringen niet zo op. Nee. Maar eigenlijk, hè Bart, we hadden van het begin al een hele goede klik. Ja. Hè? Van het begin. Want zij was binnengekomen en ze had nog geen coins. Nee. En toen zei ze van, ik zou mijn haar willen wassen, maar ik heb geen coins. Oh, je hebt heel lang haar. En toen heb ik gezegd tegen haar, weet je wat, je mocht een coin van mij hebben. Sorry. Dat serieus. En ze was gaan kijken, zegt ze, maar je hebt maar één coin. Oh, je had ook maar één coin, Bart. Maar één coin. Oh, en toen zegt ze, maar ja, dat wil ik niet. Ik heb gezegd van kijk, ik doe daar niks mee. Nee. Zeg, ik zeg, zou me er plezier mee doen als je daar je haar mee kunt wassen. Oh. En hij heeft dan mijn laatste coin genomen en dat heb ik aan haar gegeven om haar, haar te wassen. Oh, dat is wel lief hoor. Maar dat weet ik niet. Dat wordt waarschijnlijk niet uitgezonden of zo. Ja. Maar dat zijn dan dingen van in het begin. Dat was, denk ik, dat ze 2 dagen of zo binnen was. Ja. Maar dat zijn dan dingen dat ze dan na 2 dagen dat ze zegt. Dat ze dan zegt van, amai, dat is wel een lieve. Dat was van in het begin. Maar dat is gewoon jammer dat je geen zelfde regie in de handen hebt. Dat is wel goed gefilmd. Ja, maar ze laten zien wat ze willen natuurlijk. Ja, nee, want ik doe dat niet. Ik geef dat niet voor de film te worden. Ik geef dat gewoon uit. Het vriendschap zelf. Dat dingen. Ja. En dat hoeft niet dat in beeld of dat. Als dat niet komt, dan komt dat niet. Mij interesseert dat niet. Nee. Maar dat zijn gewoon omdat. Ik weet dat ze dan een probleem heeft met haar te wassen. Dat ik dan zeg, Dan heb ik daar veel meer plezier van dat je die coin aan haar kan geven, dat ze tevreden is. Ja, tegenover dat ik zeg, het zit niet mijn houder in en blijft er zitten. Ja. Mm-hmm. Hey, en je kan goed twerken, hebben we gezien? Jolien, de twerkkoningin. Helemaal goed, hè? Ik moest wel lachen hoor, ik dacht, dat staat zo. Helemaal goed? Ik kan eigenlijk niet goed helpen. Is toch grappig allemaal? Hey Jolien, wat vond jij het leukste spel die je hebt kunnen doen daar? Oh, het leukste? Weet je, ik vond dat... We noemen dat zo Squid Game, noemen wij dat spel. Hè? Daar waren we zo op die grond, op die tegels moesten rood en groen. Ja. Aan de overkant graag. Dat vond ik een heel leuk spel. Dat lag mij ook heel goed.
alleen zo dom geweest dat ik een yoghurt heb gepakt. Toen. Oh ja. Iedereen ja. had yoghurt, behalve ik. Ja, waardoor. Jij kwam terug en je zei nog zo van, heb jij dingen gebruikt? Jij zo, nee, tuurlijk niet, heeft niemand gedaan. En ik zo, niemand ook. Maar ja, was wel grappig hoor, dat ik dat zag. Ik dacht, blijkbaar oh mijn God. Iedereen. Ja, maar dat vond ik wel een heel leuk spel, dat lag me ook wel. Nee, zo is die ook en wel. Wie mis je nou bijvoorbeeld het meeste nu? Wat mis je überhaupt van Big Brother nu? Jolien? Ja, weet je wat het is? Nu? Niks. Nee. Weet je wat het is? Nu gaat het mij dat heel goed, maar die eerste week had ik het heel moeilijk, omdat ik alles miste. Ja. Ik zei zo tegen Berend, tegen mijn vriend, ik zei zo, eigenlijk, als ze mij nu zeiden, we brengen u nu terug, vandaag nog, dan ging ik terug in die eerste week. Ik kon er niks aan doen. Jij hebt dat zo niet ervaren. Nee. Maar ik miste alles. Als ik aan mijn bed dacht, dacht ik aan het bed in Big Brother. Van Big Brother. Ik was in mijn eigen huis, thuis, was ik niet, ik voelde mij daar niet thuis. Nee? En ik had zoiets, ik mis alles. Ik miste de vibe. In het huis was het heel fijn, hè. Gewoon echt chillen met elkaar, denk ik. We hadden het daar heel fijn, we hebben het daar heel goed gehad. En we hebben daar gelachen, plezier gemaakt. En dat miste ik. Maar nu op dit moment heb ik wel zoiets. Ik ben blij weer dat ik hier ben. Maar missen, ja, op zich mis ik dat wel. Maar het is dat niet dat ik nu nog vandaag zou willen teruggaan. Nee, dat niet. Nee, maar ik mis dat wel. Het was fijn, hè. Met z'n allen. Ja. We hebben zoveel leuke dingen gehad, hè. En spreek je Jason ook nog wel nu? Oh, gelukkig. Ik heb hem de maandag, zaterdag weer naar thuis gekomen. Ik heb hem maandag uit zijn bed gebeld. Echt? Zijn dikbed was het sleutelbed. Ja, ik heb dat gezien. Ja. En zijn ouders sturen 3 keer per week een berichtje naar mijn vrouw. Ik heb deze week ook nog met zijn mama gebeld. Echt? Die hebben tegen mijn vrouw. Mijn vrouw is op de laatste weken op een gegeven moment 4 keer naar Amsterdam moeten rijden op 1 week. Oh. Dus dat is overdag werken, voor de kinderen zorgen. Oh. Amsterdam rijden, in de file staan. En wat doen we gewoon daar Jason? En toen waren de ouders van Jason er ook altijd. Ja. En toen hebben ze tegen mijn vrouw gezegd, maar we wonen een half uurtje van hier. Als je wilt, kan je bij ons blijven slapen. Oh. Dan moet je altijd over een 2. Tijdens die opname, gigantisch vriendelijk. Jullie daar zaten, dat zijn gigantisch vriendelijke mensen. Oh, dat is nu, wel lief. Binnenkort hebben we afgesproken met de ouders van Jason en zo allemaal. Oh, dat is wel grappig. Met ons allemaal, hè. Ja, en spreek jij dingen bijvoorbeeld ook, want je had heel veel goed contact met Kiara, die er helaas uitging. Weet je, gelijk nu, we hebben dan wat hij zegt, binnenkort spreken we af en dan gaan we eigenlijk met een heel deel afspreken. Dat is gezellig. En ouders en zo erbij. En Kiara ook. Ik heb nog heel veel contact met Kiara sowieso. Ja. Want eigenlijk toen ik eruit was, die eerste week heeft zij heel veel met mij gestuurd en gebeld. En die wist ook gewoon dat het niet gemakkelijk is. En je komt daaruit. En ik ben sowieso zo iemand. Ja, dat alles, dat kan mij zo wel zwaar vallen. Ja, trekt je wel aan. Ja, en toen hebben wij ook die eerste week direct afgesproken met ons twee. Zijn we weg geweest. Iets gaan eten. Veel gebabbeld. En dat was zo gezellig. En sowieso, eigenlijk bijna, ik zeg niet dagelijks, maar heel veel dat wij berichten sturen. Gelukkig maar hoor. Ja. Hey, jongens, en ik heb ook taart meegenomen en een spelletje. Je mag ook wel de taart erbij pakken anders. Heb je het geld al op je rekening, Bart? Nee. Oh, duurt dat lang voordat je dat krijgt, denk je? Geen idee. Dat maak ik me nu ook wel eens af, En je hebt ook een mes als het goed is. Yes. Jij mag hem aansnijden, Bart. De winnaar! Even kijken hoe we dit gaan doen. Ik ga beginnen met... Die mes ook richting mijn hoofd. Het is een militair, hè? Ik kan dat. Ja, oh joh. Moet je ook echt helemaal overnachten en zo in van die gekke dingen, hutten en zo. In hutten? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar in hutten overnachten. Als wij overnachten, dat is gewoon zo in het gras. In het gras? Een slaapzak en een heb je die huis gekoud? Een zuiltje over ons gespannen. Ja, als het vriest. Wel respect hoor. Maar wil je ook later op uitzending? Of ben je op uitzending geweest? Ja, ik ben in Libanon geweest, ik ben in Afghanistan geweest, ik ben in Somalië geweest. Wat de fuck? Deze man. Maar heb je ook wel eens gezien dat mensen bijvoorbeeld neergeknald werden en zo? Afghanistan was wel even. What the fuck man? Daar hebben wij. Wij zijn in 2 april 2010 zijn wij onder vuur gevallen. En dan hebben wij 6 uur in een hinderlaag gelegen. En toen zijn 3 collega's neergeschoten. Oh, wat erg als je dat gebeurt, man. What the fuck? Ja. Oh, joh. Nou, heel veel zin in werk. En tijdens de begrafenis. Dus die mensen zijn daar opgebaard geweest. Dan. Iedereen kon die een groet gaan brengen. En toen zijn ze alle militairen die in de kamp zaten, allemaal heren aangevallen. Tot aan de luchthaven. Ja. En als de kisten voorbij kwamen, dan had de Taliban een schotse raket af naar het kamp.
Omdat ze wisten, dat ze toen nog geschoten? Ja, ja, met de raket, dan schoten ze raketten naar het kamp af. Hey, toen dat ze wisten dat iedereen buiten stond. Wat eng! Ja. Dat doen we dan werkbaar niet, neem maar ontslag Bart. Ja, nee. Dat is mijn lange leven. Dat is mijn lange leven. Oh, wat erg. Oh, yo. Hey, wil kom ik aan met mijn baan. Met mijn baan bij Stagaard. Oh ja, deze is een beetje kut. Ik heb, ja, die auto. Toevallig, hè? Oh, joh, maakt niet uit, joh. Hey, ik hou hier zo hard van. Ja, vind je het hard lekker? Wat is jullie lievelingsstaat dan? Ja. In Neuville. Maakt niet uit. Ik hoef, niet te groot, hoor. Wil. Ik hoef ook niet zo groot, maar jij mag wel groot. Ja, maar... Je bent een winnaar. Ja, maar ik... Ik moet mijn vrouw de vriend houden, hè. Die freeze-momenten. Wow, yo, wat was dat heftig. Niet normaal. En vooral, eerst vond ik het al zo zielig. Heb je die Twitter gezien van die hond van jou? Oh, yo, die ging helemaal los, hè. Insta, iets van en race. Mensen waren echt zo aan het schrijven. Blijkbaar dacht iedereen dat die hond getraumatiseerd was. Van die dingen was. Ja, iedereen zei, er is ook zo'n heel dierenmishandeling. Daar is zo'n ding van geweest, heb ik gehoord, ja. Wat? Dierenmishandeling, allee. Die hond, die is zo gelukkig. Ja? Maar waar heeft die aaien? Ik snap dat niet. Ja, weet je wat dat ook was? Dat was de eerste freeze. En op dat moment, ik denk omdat dat de eerste was, dan durf je dat bijna niet. Ik had zoiets, ja, wat gaat de rest zeggen als ik nu... Als ik dat ga doen, ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik moest ook zo, ik kreeg tranen in mijn ogen toen je tegen Bart zei, pak je kind beet. Heb je dat stuk gezien? Dat was zo mooi. Ja. Ik dacht echt, maar die vries waren wel echt fucking heftig hoor. Dat is niet normaal. En ook voor je dochter lijkt me dat ook kut hoor, als je daar moet staan. Ja, maar die was eerst... En niemand reageert. Ja, die was eerst, te gaan staan en begon te praten. Ja? Maar heb je nu drie stuk het. Toch? Mijn dochter was daar komen staan. Ja. En die moet er praten tegen mij. Je liet zitten. Maar ik zag je niet. Maar ik zag je niet. Ja, je zag haar. Die stond daar. Ik zet je op de grond. En ik dacht, alleen, nu komt hij naar hier. Je hebt precies een cassettebandje dat ik hoor. Die komt nog niet voor mij staan, die kan die zelf nog niet zien. Dus ik dacht, komt dan voor mij staan. En achteraf heb ik gevraagd, waarom ben je niet voor mij komen staan? Ja, En het antwoord was, anders stond ik met mijn rug naar Jason en dat was onbeleefd. Zeg ze dan? Ja. Anders was dat onbeleefd? Ja. Hallo, ik zou gewoon voor jou gaan staan hoor. Ja, Karen. Maar echt, wat... Jolien heeft het goed gemaakt. Ja. Ik vond dat zo zielig. Ja. Ik lag daar in die zetel. En ik dacht, ik kan het niet aanzien. Nee. Ik dacht, die man ziet daar niet eens. Ik zag hem kijken voor zich en ik dacht, hij ziet daar niet. Nee. En ik zag u, hij werd heel rood, hij moest bijna huilen. En ik dacht, oh, dit is zo. Ik had zoveel hartpijn. Ja, ik snap dat wel. Ik zou ook echt gaan zeggen: van pak een break nu. Er is zelfs, ik denk niet eens, want ik kan me dat precies niet heel goed herinneren, maar volgens mij heb ik niet eens zitten denken. Dat was gewoon zo van: ik doe het. Pak haar beetje. Doei. Ik dacht, dat spring onrecht. Ja, logisch hoor. Maar op het einde waren er nog meer vries. Want toen kwam iedereen ineens van familieleden. Maar toen deden die allemaal wel niks. Toen bleef het wel stil. Weet je wat dat is, hè? Toen gingen wij die week, was de finale. Ja. Ja, dus die kwamen allemaal op dinsdag, denk ik. Ja, en op zaterdag was het finale. En we hadden zoiets, nu willen we nog wat geld in de pot. Ja. In Bart's pot. In Bart's pot. Hebben we ook wel deeltjes gesloten met mensen? Van, goh, ik geef jou... Nee, oh, slim. Mag niet. Nee, mag het niet. Vorig jaar hebben ze het wel gedaan. Salar, die alleen, we hadden toch een deal? Je ging mij toch... Even 10.000 euro overmaken, tikkie. Jawel. Ik heb gezegd, als ik een huis in Spanje heb, mogen ze allemaal gratis sowieso. Dat is beter. Sowieso. En hebben jullie ook wel eens contact met andere deelnemers dan, van andere oud seizoenen? Ja. No Biggie. No Biggie, Wat zij doet mee met Expeditie Robinson, iets miljoen dollars. Naomi, hè? Ja, Naomi. Ja, is al terug, hè? Is al, ja. Ze is met migraine of zoiets, heb ik. Nee, die was daar wel. Nee, sorry. Daar wel. Jawel, ja, sorry, ja. Die was inderdaad bij migraine, had ik ook gelezen, ja. Nu, met 29 april, heb ik afgesproken met Nick naar Ronnie Retro, Bal Amical, Sportpaleis Antwerpen. Even reclame. Nick, deze is voor u. Dus de mensen die ons willen zien, mij, Jolien, Michelangelo, Ias ging ook mee. Allemaal naar buiten. Bal Amical, Ronnie Retro, Antwerpen, Sportpaleis. Nee, de prijs spreken nog af voor de reclame. je vrouw die heeft natuurlijk ook goed gekeken, Bart. En die zei ook van, ik heb Bart nog nooit zo gezien. Dat is zo. Echt? Dus, maar ik had al gezegd in het begin al, hè. Er zijn maar 12, 13 mensen die mij kennen. Ja. Dat zijn mijn collega's. Ja. Mijn vriend, goede vriend van mij, Barry, die woont in Den Helder. Ja. Zelfs mijn vrouw. Ik ben niet 100%. Oh. En iedereen verschoot dan van, we zijn al 17 jaar samen en uw vrouw kende niet onder. Nee. Maar dat doe je niet zo emotioneel? Of? Nee, want die had mij nog nooit niet zo emotioneel gezien. Dus, en dat echt nu, achteraf,
ik heb na 7 jaar dingen gezien die ik van u nog nooit gezien heb. Oh, dus, ja. Dus dan bewijs dat ik zeg van, mevrouw, kende mij nog niet 100%, want ze heeft mij nog niet gezien. Dat was schattig. Dat is het vooral, die emoties, denk. Dat kennen ze niet van u. Dat je zo emotioneel kunt zijn. Schattig, Bart. Dat weet je van jezelf niet eens, denk ik. Dat heeft hij zelf pas ontdekt. Hey, wat vraag jij dan, Jolien? Ik heb een nagelstudio. Oh, oké. Okay. Mijn eigen zaak heb ik. Beter. Dat doe ik al 9 jaar, denk ik nu. Ja. Oh, chill. Maar ik ben nog niet gestart. Nee, Nee. Je moet nog ik heb mijn eigen nagelsalon, maar ik ben nog niet gestart. Ja, ik bedoel nu. Nu. Ik dacht dat je bedoelde. Ik heb al 9 jaar. Maar ik ben nog niet gestart. Ik heb al 9 jaar heb ik dan mijn zaak, maar nu sinds Big Brother ben ik nog niet opgestart. Nee, ik snap wel, gewoon even rustig gaan. En jongens, allemaal naar haar de nagels doen. Rond mijn mond hangen, Nou jongens, ik wil jullie ook bedanken. Vonden jullie het een beetje gezellig? Heel gezellig. Ja. Heel gezellig. Ja. Jongens, jullie moeten Bart en jullie allemaal gaan volgen op Instagram, TikTok. Ja. Jullie TikTok ook? Nee. Nog niet. Moet je dat gaan doen. Moet je gaan doen, ja. En abonneer ook op Niks Nakaal. Op dit YouTube kanaal. Op dit YouTube kanaal. En tot de volgende keer. Doeg. Doei.